Vandaag gaan we Salamanca verlaten. We hebben hier een aantal dagen fijn doorgebracht. En we gaan hier nu verder richting het noorden. Richting Santiago. Maar onderweg gaan we nog een paar keer stoppen. We weten nog niet precies waar, maar dat zien we wel. In ieder geval, wij zijn op tijd het zuiden ontvlucht. Want komend weekend wordt het daar 40 graden, waar we zaten in Sevilla. En in Santiago, waar we dan het komend weekend zijn, daar zit het zo rond de 22 graden. Dus dat is een iets betere temperatuur. Dus we gaan nu een stukje rijden. Hier hebben we net getankt. Was even een puzzeltje. Maar met de Visa-kaart is het uiteindelijk gelukt. De pinpas lukt het ons niet. Zamora ligt voor ons. Onze reisbestemming voor vandaag. Over 40 minuten rijden is dit ons uitzicht. Uit. Over 600 meter, neem op de rotonde de eerste afslag. Ja, mooie brug, maar zo, dat zit hier. Ja, dat is een loopbrug. Dat denk ik. Ja, echt leuk uit. Wel kleinschaliger dan Salamanca, maar echt mooi. Een dommetje in het water. We gaan hier de Rio Duero over. Met een hobbel. Kijk een leuk huisje van de rivier. Ja. Gaan we nog even de camperplaats bekijken. Net hoe die eruit ziet. Het is vlakbij de kerk zo te zien, want we moeten nog 600 meter en naast de sterren zon in. Kijk, dat is wel wat, maar een parkje kan er. Kijk daar links, kijk hier links. Ja. Dat wordt heel wat, ja. Zo, is dit hem? Ja. Ik hoop dat ik vast een stukje. Dat redden we net, hè? 5 ton. Ja. Lekker genoeg, zo te zien. Even kijken, de zon. Ik wil in de, niet in dit rijtje, de grote plek. Ja. Onder de boom, of zo nemen we de volgende boom. Erg mooi plekje hier. Hé, hoor. Even het water bijvullen. Met ons koolstoffiltertje. We zitten hier in Zamora. Een hele mooie camperplaats. Er is hier een gratis water- en verzorgplaats. Dus dat is helemaal goed geregeld. Twee stuk zelfs. Twee naast elkaar met één waterpunt in het midden. En nou, een leuk park ernaast met bankjes en. Voor mij zie ik zelfs een soort kinderboerderij daar. Ja, zie je dat met beesten? Ja, ja. Fitnessapparatuur, ja. Wordt ook gebruik van gemaakt. Ja, de speeltuintje. De locals zijn hier regelmatig te vinden, schijnt het. Dus, wij zitten nu op een bankje en gaan even onze courgette spaghetti. Ja. Met pesto saus en gehaktballetjes eten. In een bakje, lekker makkelijk. Dan kan je lekker makkelijk hier rondlopen. Ja, als ik het op een bord doe, dan ligt er meer op de grond dan dat het in onze maag terechtkomt. Ja. Nou ja, wat valt hier nog meer te zien? Ja, er is natuurlijk een mooi kasteel in de buurt. Of een mooie kerk eigenlijk, gaan we bekijken. We gaan zo eens even het stadje zelf in. Zamora zo eens even bekijken. Maar in ieder geval, erg mooi stadje en erg mooie plaats hier alweer. Ja. Nou, we hebben hier lekker gegeten in het parkje. En nu gaan we lekker een wandelingetje maken door het stadje hier. Nou, we gaan eens even ontdekken hoe Zamora eruit ziet. En we gaan op zoek naar een wasserette.
Want ja, ook dat gaat door. We moeten weer eens een was gaan draaien. Hé, hey, zie je dat daar? Een 4x4 camper. Gaan we zo eens even bekijken. Oh ja, een Tuca. Nice. We like it. Ja, die is zeker mooi. Kunnen we tenminste die steile hellingen op. We gaan hier de helling eens op. Kijk hoe het er bovenuit ziet. De kathedraal van Zamora is een indrukwekkend voorbeeld van Romaanse architectuur en staat bekend om zijn imposante koepel. Het werd gebouwd tussen de 12e en 13e eeuw en is een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Binnen vind je een schat aan kunstwerken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken en altaarstukken. Oh, tegenliggers door. Bukken. Of is de toerisme nog even zoeken? Weet je waar die is? Plein is een museum, het museum Baltasar Lobo, met een mooie zuilengalerij en daarachter weer een of ander mooi gebouwtje, met natuurlijk weer ooievaren erop. En niet één ooievaar, nee, natuurlijk weer meerdere ooievaartjes. Doorheen is aan het polar steppen. Nou ja, dat ga ik proberen, ja. Plaza de la Catedrale. Als je van oude kastelen houdt, moet je hier zeker zijn. Want hier achter je zie je nog een heel gaaf, in goede toestand verkerend kasteel. Met een slotgracht eromheen. Ophaalbrug, de hele Santekraam. Hier zie je de lange rijen met schietgaten zitten. En hier hele grote. Geen idee waarvoor die grote zijn. Dat zijn de doorzonschietgaten, denk ik.
Het kasteel van Zamora dateert uit de 10e eeuw en werd gebouwd op de ruïnes van een voormalig Romeins fort. Het kasteel heeft een strategische ligging bovenop de heuvel en biedt een spectaculair uitzicht over de stad en de omgeving. Het kasteel is nu een museum en biedt bezoekers een kijkje in de geschiedenis van de regio. Hier staat de ingang van het kasteel. En hier zal natuurlijk vroeger een ophaalbrug hebben gezeten. Je ziet de katrollen nog zitten daar bovenaan. Hier zie je goed hoe diep de slotgracht is. En in de verte rechtsboven zie je de opgang die gemaakt is om de muur te beklimmen. Naar een stukje van de oude muur. Maar dit is echt toch in zulke goede staat dit hier. Heel bijzonder. Beetje diep hier. Moet je geen hoogtevrees voor hebben. Hier zie je goed dat het kasteel en de kerk op een ommuurde heuvel zijn gebouwd. Om het kasteel is een prachtige tuin die de moeite van het bekijken waard is. Nou, dag Zamora. Sla rechtsaf naar Avenida de la Frontera, de N122. Fijne camperplek. Maar nu gaan we richting het noorden. Richting Santiago. Onze laatste stop voor Santiago, dat wordt 2,5 uur rijden. 227 kilometer. En op het kaartje kun je zien waar we heen gaan. Oh ja hoor, ik had hier ook zeker nog wel een paar dagen willen staan. Dit is het einde van de gemeente Zamora. We gaan weer. Ja! Verlaat de rotonde en neem de afrit. Zo, we zijn weer op de snelweg. 5 kilometer doorrijden op de E82. We worden weer van maanden toegesproken door Google. Maar volgend toegesproken. De natuur is zo mooi. Allemaal bloemen en plantjes in bloei. En struiken. 4 meter breed, dat is ook niet breed. Oh. Wij mogen als eerste, dat is wel een probleem. Er is een evenheemsbruggetje door. Ja, dit is een parobruggetje, alleen met hardere bonken. Ja, die hebben ook even een harde brug. Als je erop rijdt, dan heb je toch een probleem. Dan kan je moeilijk naar achter. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat er hier ernstig gewaarschuwd wordt voor overstekende herten. Wat een prachtig bosrijk gebied hier rechts. Met heel veel ruimte voor de hertjes. Links mooie grasvlaktes en velden. Echt super mooi gebied.
die hiernaast ziet er wel erg zwartig uit. Geen idee of ze nou verbrand zijn. Ja, dit is wel... Die streek ziet er zo uit, hè? Wel dat er toch wel weer wat plantjes en de bloemetjes tevoorschijn komen. Ja, bij de grond zeker. Wel goed voor de natuur. Dan komen de heideplantjes weer terug. Het is nu dan een eenzame boom hier zo ertussen. Kijk, die staat wat verder van de rest vandaan, zie je dat? We zijn hier net na die bosbranden. Naar die strook met afgebrande bomen zijn we hier in een dorpje aangekomen. Je ziet de bosbrand is inderdaad tot hier gekomen. En hier zie je ook een huis wat het net niet heeft gered. Indrukwekkend om te zien. Dorpje Odero. Dat gaan we eens opzoeken. Naar de bosbranden. Oh ja. Yeah. Ik ben gaan we een riviertje over. De stuurje spiegeling. Ik had ook zoiets van... Zit dat? En balsen. Dan komt de beurt weer eroverheen. Nou, we hebben de N-wegen weer gehad. We gaan weer een A-weggetje op. Oftewel een mooie snelweg, hoop ik. Zit op 1360 meter hoog. Kan die nu niet even? Hij heeft verbrande stammetjes. Ja, hè? We gaan eens even hier bij de Repsol. Pauzeren. Dit is ook een officiële camperplaats, dus die gaan we gelijk ook eventjes laten zien. Het is vlak naast de snelweg, maar het ligt wel een stuk hoger dan de snelweg, dus het zou best qua geluidsniveau aardig mee kunnen vallen. Nou, echt een officiële plek hebben we nog niet gevonden. Dit was de zorgplaats. Niet veel kunnen we ontdekken. Er schijnt wel wat water verzorgd te zijn, maar we hebben even gepauzeerd en gaan lekker door naar de volgende plek. Oh, het is een pop. Het is een pop. Cinzo de Lima. Limia. Denk ik. Hier is het vol, dit zijn hier volgens mij. Een beetje vol. Area de service. Een hele simpele verzorgingsplek, maar precies wat je nodig hebt. Zoals je hoort, het water loopt al. Dat is hier bij de blauwe plek. En dit is water om te tappen. Er staat no wc, dus hier kan je de wc niet schoonspoelen. Dat zal dan wel aan deze kant moeten. Hier staat bij wc. Ah. En dit? Is de playpot. We rijden nu weg bij Xinza. Daar hebben we een nachtje gestaan. En we gaan nu aan de rit van 1,5 uur beginnen naar Santiago de Compostela. 140 kilometer. We gaan over de tolwegen. Dus onze tolpest zit alweer op.
En dan gaan we het weekend bij onze nicht en neef Geert en Mariette doorbrengen. Poging om in te breken in het kasteel wat gesloten is.